Maar goed, ik wil eerst even naar Lucas 2. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen zondagen twee preken over gehoord. Ik lees even vers 7 op. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ik weet niet of jullie je dat nog kunnen herinneren. Ik heb toen gezegd: zonen worden niet geboren, kinderen worden geboren. En dan ga ik met jullie naar Jesaja 9, want daar staat het. Zoals het ook fysiek gebeurt. Jesaja 9 wil ik lezen, de eerste zes versen. Heel bekend gedeelte, ook denk ik veel gelezen deze dagen. Vers 1 tot en met vers 6. Het volk dat in Duitsland is wandelt, zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd. Maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nogthans blijde wezen voor uw aangezicht. Gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunne schouders en de staf desgene, die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Mooie kerstboodschap dit, hè? Maar nu komt het. Want een kind is ons geboren. Kinderen worden geboren. Een zoon is ons gegeven. Zonen worden gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, vader der eeuwigheid, predevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot een eeuwigheid toe. De ijver des Heren, der Heerscharen, zal zulks doen. Nou, dat weten we allemaal wel, dat kind is inmiddels geboren. Dus. Kerstfeest vieren in verreweg de meeste gemeenten is terugzien. Is terugkijken. Een kind is ons geboren en prompt staat er in ons uh, schriftgedeelte erachteraan. Een zoon is ons gegeven. Het staat niet andersom. Hè? En we weten inmiddels wel van elkaar. Niets staat er toevallig. En een zoon is niet hetzelfde in de Bijbel als een kind. Dat is niet hetzelfde. Een zoon is geen minderjarige. Maar in de Bijbel is de zoon een volwassene, in ieder geval naar de Joodse wet gerekend, zelfs een volgroeide man. En wat ik zo mooi vind, is dat dit kind en die zoon hier in één adem genoemd worden. In de eerste plaats de geboorte van het kind in Bethlehem, daarom zijn we onder andere ook hier. Dat is heel goed om soms even terug te kijken, dankbaar te zijn voor wat de Heer in het verleden gedaan heeft. Maar daarna vervolgens de gave van de zoon. En in verband met deze zoon wordt het woordje geboorte dus weggelaten, want die zoon is aan jullie, aan jou, u en mij gegeven. Ja, nou is de vraag: wanneer werd deze mens de zoon? En we weten inmiddels, heeft niets te maken dus met geboorte. Dan zou er kind moeten staan. Wanneer werd deze zoon, deze volwassene, dus deze erfgenaam, want dat is de zoon in de Bijbel, wanneer werd hij dan gegeven? Nou, niet in Bethlehem. Daar werd het kind geboren. Daar is sprake van een babytje, van het kinderke Jezus. Maar de zoon werd hij in zijn opstanding. Ik wil dat toch even lezen. Want sommigen zullen denken, ja maar hij groeide toch, hè? toen hij twaalf jaar was, was hij in de tempel en hij verbaasde de schriftgeleerden. En toen was hij toch volgens de wet al volwassen. Nee, het is in zijn opstanding even naar Romeinen 1, want daar staat dat gewoon. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon. Staat niet kind. Van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn, de zoon van God. Na de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Wanneer werd deze zoon aan ons gegeven, deze erfgenaam, onder andere op de troon van David. Toen hij opstond uit de dood. En dat vind ik ook mooi aan Jesaja 9. Er wordt een sprong gemaakt van het verleden. vervolgens naar de vernedering van de Heer Jezus Christus. Hè, want hij kwam in vernedering. naar de komst in de verhoging van Christus. Allemaal in dat ene vers. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, die sprong wordt bijvoorbeeld ook in Filippenzen 2 gemaakt. Dat verhaal kennen we allemaal wel wat er staat. Hij, hij heeft zich vernederd. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Is gestorven. Ja, gestorven aan het kruis. Maar daarna heeft God hem uitermate verhoogd. Dat is precies dezelfde sprong. Eerst vernedering. Eerst menswording. Eerst vleeswording. Maar na Jezus dood wordt er gezegd dat God heeft hem uitermate verhoogd. En daar vinden we de opstanding en vervolgens ook de hemelvaart vermeld. Kortom. De gave van de zoon. Een zoon is ons gegeven. Gegeven in zijn opstanding. Dus wat we hier eigenlijk zien, in Jezaaien 9, is dat er gesprongen wordt van het kerstfeest naar het Paasfeest. In één vers. Van Christus geboorte naar zijn, mag ik het zo zeggen? Zijn wedergeboorte. Jezus stierf, Christus stond op. Is gewoon een beeld van wedergeboorte. En eigenlijk wordt er gesprongen van de eerste komst naar Christus naar de wederkomst van Christus. Want dat vind ik ook zo mooi. ja, staat er allemaal niet toevallig. Een kind is ons geboren, dat gedenken we onder andere vanmorgen. Daar vieren we feest om, dat het hem alles heeft gekost. Hè? God is vlees geworden, God is mens geworden, maar wie verwachten wij? Zegt Paulus: Wij verwachten de zoon niet het kind, wij verwachten de Zoon uit de hemelen. Dus een kind is ons geboren, is kerstfeest. Een zoon is ons gegeven, is feitelijk paasfeest. En dan denk ik, ja, hoe zouden we hier kunnen zitten? Hoe zouden we kerstfeest kunnen vieren als het geen Pasen was geworden? Dan was het geen blij feest geweest. Dan was die geboorte misschien leuk geweest en aardig, maar we hadden er niets aan gehad. Daarom gaat het ook verder, en ik pikte gewoon even enkel dingetje uit... We lezen en de heerschappij is op zijn schouder. Dat geldt toch voor ons als gelovigen? Dat, dat erkennen wij, hè? dat zien wij, dat geloven wij. En dit vind ik werkelijk prachtig. De heerschappij was op zijn schouder en is op zijn schouder. Want u was eerst degene die wat op uw schouders droeg: namelijk een heel zwaar juk. Dat droeg u zelf voordat u tot bekering kwam. U droeg het juk op de schouders van de zonde. U droeg op uw schouders uw schuld. Dat droegen wij van nature. Maar nu is het zo dat de Heer Jezus wat op zijn schouders draagt. Nou, hij heeft natuurlijk onze zonde op zich genomen op zijn schouders aan het kruis. Hij heeft u volkomen weggedaan. Maar hij draagt ook de heerschappij op zijn schouder, lezen we hier. En dat is nu al natuurlijk, heerschappij in de hemel, maar het zal ook realiteit worden op deze aarde. En dat is dus die zoon die ons is gegeven. Eerst een kind, daarna is hij de zoon. Nou, ik noem nog één dingetje op, want anders ga ik wel mijn tijd voorbij straks. Men noemt zijn naam wonderlijk. Wat vindt u het grootste, het mooiste, het prachtigste wonder uit de Bijbel? Zijn naam is Wonder. Leuk, het woord wonder in. We hebben het van Geertje gehoord. Dat een blinde kan zien? Dat is een geweldig wonder. Ik, nou, ik las heel toevallig vanmorgen, of las, ik keek een filmpje op YouTube. Daar waren kleine kinderen, die kregen een bril op en die konden voor het eerst de ouders zien. Die, en de, ik, ik zie nog dat ene kindje, de hele brede glimlach, die herkende de stem van de moeder, maar die zag ineens de moeder. Nou, dan wordt het wel heel erg warm om het hart hoor. Maar is dat het grootste wonder voor u wat er in de Bijbel uh, voorkomt? Dat een blinde kan zien of dat een lammen weer kan lopen? De leem wil liepen, dat een lammen kan springen. Is dat het grootste wonder? Is een fantastisch wonder. Je zal maar lam zijn en ineens kunnen lopen. Dat een Melaatse weer gaaf naar huis gaat. Ongeneeslijke ziekte tot de dood. Is een prachtig wonder. Dat de storm, Geertje ook gezongen, op het meer gestild werd, zomaar. Storm wees stil, wind gaat liggen en het werd stil. Dat een mens van demonen bevrijd werd, is dat het grootste wonder voor u? Dat is ook fantastisch. Je zal maar bezeten zijn en daarvan verlost worden. Dat vijf broden in twee vis. Hij kan doorgaan, dat wordt wel laat. Dat vijf broden veranderen in twee visjes, is een geweldig wonder. Duizenden mensen werden daarmee gevoed. Dat de gevangenen, zo wie de gevangenis uitliep, zoals Petrus, zonder aangehouden te worden. Het zijn allemaal wonderen die we in de Bijbel tegenkomen. Zijn naam is wonderlijk. Als we het over wonderen en tekenen hebben in de Bijbel, broeders en zusters, dan mogen we weten dat die wonderen tegelijkertijd ook tekenen zijn. Maar waar zijn die wonderen dan een teken van? De wonderen zijn altijd een teken van opstanding. Een zoon is ons gegeven in zijn opstanding. En dat begon bij de opstanding van Christus tot in eeuwigheid. En ik heb zojuist een rijtje wonderen opgenoemd, maar als de gemeente van Jezus Christus kennen natuurlijk ook die twee tekenen. Die spreken over opstanding, namelijk de doop, de onderdompeling, en de viering van brood en beker. Daarin staat de opgestaande, levende Zoon van God centraal, de Heer Jezus Christus. En daar wijzen alle wonderen op terug. Soms heel rechtstreeks, sommige minder rechtstreeks, maar uiteindelijk komen ze daar terecht bij de Zoon. Die ons gegeven heeft. De zoon die leeft. Het ene echte grote wonder wat God doet. is dat hij leven geeft uit de dood. En hij heeft het met ons gedaan. Gezegend kerstfeest.